Dit is de groentechniekbeurs vanuit de lucht. Dat levert mooie plaatjes op, maar vanaf de grond zien de beelden wat minder mooi uit. De afgelopen dagen viel er wel 100 mm water op het terrein. Dat is een cruciale week voor een beurs, omdat je dan aan het opbouwen bent. En dan gaan honderden vrachtwagens worden ingereden met machines en met tenten en met van alles en nog wat. En dat trekt een enorme wissel op het terrein. Als je niet uitkijkt is het terrein al verwoest met nat weer voordat je überhaupt kunt beginnen. Toch werd het terrein op tijd succesvol verbouwd en dus kan de bezoeker de komende dagen genieten van de nieuwste trends op het gebied van groentechniek. Super, veel te zin hier. Wat ziet u allemaal? Ja, ik zie heel veel op mijn vakgebied, machines en van alles en nog wat waar mijn hart van sneller gaat kloppen. Geweldig. Ja, kijk om je heen, het is gewoon geweldig. Dit is natuurlijk het neusje van de zalm van wat hier te koop is in deze sector. Voor mij is het heel prettig om hier te zijn, omdat waar kun je zeg maar het beste de kennis halen dan daar waar de mensen zijn die de machines maken en verkopen. En vandaar dat ik hier onder nu goede omstandigheden even een rondje maak. Een van de highlights van de groentechniekbeurs is het pop-up stadspark. Dat is een nieuw fenomeen in Flevoland waarbij een bepaald gebied binnen een mum van tijd kan omtoveren tot een heus stadspark. Het woord pop-up zegt het al. Dat betekent dat je heel snel een park neer kan zetten. Het is een terrein van zo'n beetje 3000 vierkante meter. Wat we ingericht hebben met bomen en met banken. Waarin je eigenlijk kan zitten, kan chillen, van alles kan doen. En de bedoeling is ook weer dat het snel weg kan. Ja. Dus een tijdelijk park. Waarom hebben jullie dit ontwikkeld? Wat was de inspiratie? De inspiratie was eigenlijk om te kijken, is het mogelijk om snel iets neer te zetten voor dit terrein? En al brainstormend kom je op een gegeven moment tot een idee om te zeggen van nou, wellicht kunnen we dit ook landelijk wat meer gaan uitrollen. En we hebben nu al gemerkt dat er ook belangstelling is om dit park inderdaad ook door heel Nederland aan te kunnen leggen.